Mevrouw de voorzitter. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven heeft de stukken onderzocht die betrekking hebben op mevrouw M. Smits te Groningen. De commissie is eenparig tot de conclusie gekomen dat mevrouw M. Smits te Groningen terecht benoemd is verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. En de commissie stelt u daarom voor om haar toe te laten als lid van de Kamer. Daartoe zal zij wel eerst de verklaringen en beloften hebben af te leggen zoals die zijn voorgeschreven bij de wet van 27 februari 1992, staatsblad nummer 120. En de commissie verzoekt u tot slot om de Kamer voor te stellen het volledige rapport in de handelingen op te nemen. Ik dank de commissie voor haar verslag en stel voor dienovereenkomstig te besluiten. En daartoe wordt besloten. Mevrouw Smits is in het gebouw der Kamer aanwezig om de voorgeschreven verklaringen en beloften af te leggen. En ik verzoek de griffier om haar binnen te leiden en u allen, voor zover u daar in staat bent, te gaan staan. Mevrouw Smits, de door u af te leggen verklaringen en beloften luiden als volgt. Ik verklaar en beloof dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof trouw aan de koningin, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Wat is er op uw antwoord? Dan is aan mij de eer om u als eerste geluk te wensen met het... Ik verzoek u de presentielijst te tekenen en in ons midden plaats te nemen. En felicitaties willen we na de rekening van de stemming doen. Dus ik verzoek u allen te zitten. Sometimes I rush to get right to the end. I know I'll get to this place when I feel the time is right. Think that I know what I'm all about, but when I look inside, I can see the truth.